Immigratie krijgt steeds vaker een negatieve bijklank in onze samenleving. Als krachtig tegengeluid en om immigranten in het zonnetje te zetten, heeft Stichting Welkomstaal Breda de foto-expositie Welkom opgericht. Wij merken als taalcoach, werkend met al die immigranten, dat het ontzettend verrijkend is voor je eigen leven als je mensen ontmoet uit verre streken. Want wij leren hun de taal, maar zij leren ons hun eigen cultuur. En de stemming in Nederland is nu zo van ja, we moeten minder immigranten toelaten. We moeten vooral asielzoekers minder toelaten, terwijl dat maar 11% is van het aantal immigranten. Dus wij wilden een tegengeluid laten horen. We willen laten horen dat immigranten de moeite waard zijn. Dat we blij moeten zijn dat ze Nederland hebben gekozen als bestemming. En dat ze ons kunnen verrijken. Er zijn 5 ambassadeurs die ieder uit een ander werelddeel komen. Hun gezichten en verhalen staan centraal in expositie. En in deze 3 vitrines hebben onze 5 ambassadeurs allemaal dingetjes neergezet uit hun eigen thuisland. Nou, dan zal ik je eventjes de eerste vitrine laten zien. Want dit is van Mohammed. En Mohammed komt uit Syrië. En hij heeft hier een aantal foto's ingeplaatst. En echt, ik vind de meest indrukwekkende deze foto, waarin alles echt vernield is. En dat is hoe hij zijn land heeft achtergelaten. In samenwerking met de Bredaanse fotograaf Robert Aerts werden 22 immigranten geportretteerd. Alle deelnemers van de taalkursus bij Welkomstaal. Dirk Thijssen is trots op de samenwerking met de fotograaf. En dat geldt vooral voor de prachtige levensgrote portretbanners die daar hangen. Die heeft hij zo ongelooflijk mooi en zo mooi van kleur zijn ze ook. Dus we zijn heel blij dat we hem hebben gevraagd. Ja. Door middel van levensgrote foto's, ondersteund door persoonlijke verhalen die via QR-codes toegankelijk zijn, krijgen bezoekers een intieme inkijk in hun dromen, hoop en de uitdagingen die zij onderweg hebben overwonnen. En los van of je iets meer of iets minder immigranten wil toelaten, we moeten erkennen dat de mensen die al hier zijn, dat we beter kunnen zorgen dat ze goed integreren dan ze op afstand houden. Want dan worden ze onderdeel van de Nederlandse maatschappij. En dan kunnen we alleen maar profiteren van die mensen. En dat willen ze ook. Ze willen Nederland vooruit helpen. Allemaal. De expositie is gratis toegankelijk in de Nieuwe Veste en is tot woensdag 30 oktober te bewonderen.